Wanneer je mensen wil overtuigen, is het heel belangrijk dat je een juiste balans weet te vinden tussen aan de ene kant aardig zijn, aansluiten, vriendelijk, en aan de andere kant duidelijk. En ik kom in mijn training Overtuigend Overkomen vaak artsen tegen die van nature ontzettend aardig zijn. En die dan, als ze mensen mee willen krijgen, nog meer aardigheid in gaan zetten, waardoor je bijna te vriendelijk wordt. En wat ik dan zeg is, je moet geen rode rozen rood verven. En wat bedoel ik daarmee? Stel vast dat jouw kwaliteit aardig zijn, dat je die al hebt. En voeg er liever duidelijkheid aan toe. En als je die combinatie weet te maken, dan neem je mensen ook echt mee, in plaats van too much aardigheid inzetten. Geen rode rozen rood verven.